Hebben jullie er wel eens bij stilgestaan dat de trap onderdeel kan zijn van de vluchtroute? Als er nou ergens brand uitbreekt, in het huis, op zolder, dan wil je graag veilig beneden komen. En dat betekent dat de trap leeg moet zijn. Want in de rook zie je die spullen niet liggen en voor je weet dat je onderaan de trap. Oké. Beter. Dat is een stuk beter. Ja, duidelijk. Zorg voor een veilig en opgeruimd huis. Dus haal spullen van de trap, zet geen doos in de gang, maar zorg dat je altijd een vrije doorgang hebt. Bij brand heb je namelijk last van rook. Je ziet de spullen dan niet meer staan en je kan gemakkelijk vallen. Denk ook eens met familie of huisgenoten na over alternatieve vluchtwegen. Want wat doe je als je niet via de gang naar buiten kunt komen? Zijn er dan nog mogelijkheden om via een andere manier naar buiten te komen? En zo niet, kun je dan de ruimte waar je op dat moment bent veilig afsluiten? Doe bij brand altijd de deur dicht en sluit kieren af met bijvoorbeeld kleding. En als je dan 112 belt, laat dan ook duidelijk weten waar je je op dat moment precies bevindt. En om het helemaal goed te doen, maak je met je familie of huisgenoten een vluchtplan. Je kunt daarbij bijvoorbeeld afspreken wie de kinderen en of huisdieren mee naar buiten neemt. Wijs ook samen een verzamelplaats aan, zodat je meteen kunt zien of iedereen ook veilig naar buiten is gekomen. Zorg ook dat je je sleutels altijd bereikbaar hebt, zodat je bij een calamiteit niet eerst hoeft te gaan zoeken.